Ik ben hartstikke blij dat jullie er allemaal zijn vanmiddag. Ik ben een van de initiatiefnemers. En we zijn in 2016 gestart met een discussie hierover vanuit een wijkcentrum. En er waren een paar mensen die in de WW zaten en dreigden uit de WW te geraken. Maar hadden een hele mooie taak in dat wijkcentrum. En die dreigden dus hun vrijwilligerswerk te moeten opgeven voor betaald werk elders. Terwijl ze geweldig mooi werk doen. Helaas kunnen die mensen er vandaag niet zijn. Teunie Verwolf en Teus Kamphorst. Dus daar zijn we de discussie mee begonnen. Een jaar later hebben we een avond georganiseerd, ook weer hier in Culemborg. En daar zijn zo'n 20 mensen op afgekomen, 25. En die zijn met ons gaan meepraten van wat kunnen we doen, hoe kunnen we het aanpakken. En daar is toen uit voortgekomen dat we een congres wilden organiseren. Ondertussen had ik ook al gesprekken gevoerd met de wethouder hier van Culemborg. En die zei, hartstikke mooi Jolanda wat je wil en wat jullie willen. Maar alleen in Culemborg, daar hebben we de menskracht en de middelen niet voor. Dus gaandeweg die discussie ontstond het idee om het wat breder te trekken. Nou is Culemborg onderdeel van regio Rivierenland. Toen nog 10 gemeentes, nu inmiddels 8 omdat er wat gefuseerd zijn. Dus in het Betuwse zijn het inmiddels 8 gemeenten. En het totaal aantal inwoners is 250.000. Dus hoe mooi zou het zijn om in die groep een proef te doen. En dan niet een proef met een regelarme bijstand, maar echt een proef zoals het in diverse projecten in het buitenland al is uitgevoerd. Op dit moment zitten we bij elkaar om in discussie te gaan met de provincie en de gemeentes. Helaas zijn er niet heel veel gemeentes vertegenwoordigd. Vind ik wel jammer, maar goed. En we willen een proef. Allereerst wil ik toch nog eens iets vertellen over wat basisinkomen inhoudt. In mijn gesprek de afgelopen weken met diverse mensen krijg je toch alweer mensen aan tafel of tegenover je die er helemaal niets van af weten. Die hebben bepaalde vooroordelen. Hoe zit dat nou? Nou, zelf ben ik er 10 jaar mee bezig. Ik was via een kleine politieke partij die opgericht is, genaamd Nieuw Nederland. Naar aanleiding van het boek van Jan-Frank Koers. Waarin stond een heel plan voor een nieuw economisch systeem, een nieuwe samenleving voor de 21ste eeuw. Basisinkomen was daar een onderdeel van. Ik kende het niet en ik had er ook vooroordelen tegen. Want ik kom uit een heel gereformeerd nest, ook van ondernemers. En je moet werken voor je geld. Dus je kan niet zomaar geld gaan, je hand gaan ophouden. Totdat ik zelf ook iets daarvoor al in de WW raakte door een reorganisatie, baan kwijt. Ik vond het helemaal niks. Dus ik ben toen ZZP'er geworden. Dat is ook meteen een groep die heel kwetsbaar is. Iedere keer als er een dip in de economie zit, raken die mensen aan de zijkant. Dus dat boek van Jan-Frank Koers kan ik nog steeds aanbevelen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Economie is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. En er zijn 3 elementen op basis waarvan wij kunnen bestaan. Heb je eigen grond, dan kan je je eigen voedsel verbouwen. Mits je in een cultuur of in een klimaat leeft waar dat te doen is. Heb je dat niet, dan ben je misschien aangewezen op kapitaal. Wat je op de een of andere manier vergaard hebt uit je familie of uit de dingen die je gedaan hebt. Dan kan je je voedsel en je bestaanszekerheid kopen. Heb je die beide dingen niet, dan ben je aangewezen op arbeid. En als het politiek een lastige tijd is of economisch een lastige tijd is, dan staat dat onder druk.
waar moet je je inkomen vandaan hebben als je geen werk hebt? En als je die andere twee elementen niet tot je beschikking hebt? En de trend is dat heel veel arbeid geautomatiseerd wordt. Ik heb zelf 25 jaar in de ICT gewerkt. Dus ik heb zelf ook aan de wieg gestaan. En als je ziet hoeveel banen er in die jaren verloren gegaan zijn, terwijl we dat eigenlijk niet eens in de gaten hebben. Het is een soort van de kikkers die zitten in het badwater. Dat wordt heel langzaam opgewarmd en die hebben niet meer in de gaten in wat voor situatie ze zitten. Bij een voorbeeld, Kodak. Heel lang actief geweest met film, met filmpjes. Toen de digitale fotografie zijn opgeld deed, zeiden ze, nou, dat zal onze tijd wel duren. We gaan lekker door met waar we mee bezig zijn. Uiteindelijk zijn ze toch overgegaan, maar er waren meer dan 100.000 mensen werkzaam in de industrie. Tegenwoordig is dat er niet meer. We hebben Instagram. Hoeveel mensen werken daar? Misschien een handjevol, ik weet het eigenlijk niet. In de bankensector is in de loop der jaren ook er zijn heel veel banen verloren gegaan. In de bankkantoren. Ik heb nog meegemaakt het automatiseringsproces van de bank Girocentrale. Daar zaten dames te tikken van al die girootjes die voorbij kwamen, die niet goed ingescand werden. Ik heb zelfs nog ponstypistes meegemaakt op bepaalde afdelingen. Dat is er allemaal niet meer. We staan er niet bij stil hoeveel banen er in de loop der jaren verloren gegaan zijn. Maar het is enorm. Kijk naar winkelpersoneel. Je hoeft hier in Culemborg maar te kijken. Er zijn nog wel wat winkels, maar dat houdt ook niet meer over. En de drones, die komen, als het even doorgaat, je pakketjes thuis bezorgen. Dus die hoeven ook niet meer door een chauffeur te worden gebracht. Mijn kinderen gaan niet eens meer naar een winkel. Mijn kinderen bestellen alles via internet. Dat is een enorme verandering. En dat is vooral ook een probleem voor de onderklasse, voor mensen die laagbetaalde arbeid doen, bijvoorbeeld werken in een winkel en andere activiteiten. Als je hoger opgeleid bent, heb je niet in de gaten wat er aan de hand is. Ik ben zelf ook hoog opgeleid, verkeerde eigenlijk alleen maar in kringen van mensen die ook hoog opgeleid zijn. Dan zie je niet hoeveel armoede er is. En de armoede groeit, ook in de middenklasse. En we zien dat zelfs werken niet altijd loont. Zelfs in de werkende categorie of in de werkende klasse is armoede aan het ontstaan. En de ZZP'ers, er wordt wel gezegd, ach, er zijn helemaal niet veel banen verloren gegaan. Die zijn wel degelijk verloren gegaan, want dat zijn ZZP'ers geworden. Zelfstandigen. Dat op het moment dat de digitalisering doorzet en er toch nog meer banen verloren gaan, zijn zij als eerste aan bod, kunnen ze hun stoel opklappen en aan de zijlijn gaan staan. Piketty heeft een hartstikke mooi boek geschreven die laat zien dat de ongelijkheid groeiende is in de wereld. Mensen die alles hebben, de bedrijven die alles hebben, die zien het niet of willen het niet zien. En aan de onderklasse wordt het heel duidelijk gevoeld. Guy Standing, een van de oprichters van Bien, dat is de wereldwijde netwerk voor het basisinkomen, die heeft een boek geschreven dat heet The Precariat. En die laat dat heel duidelijk zien, dat mensen aan de onderklasse moeten soms met twee baantjes hun bestaanszekerheid voor elkaar krijgen. Sociale onrust, we zien het in Frankrijk, we zien het zelfs hier. Dus waar gaat dit heen? Wat houdt het basisinkomen in? Even een formule voor u op een rijtje gezet. Het is een vast maandelijks bedrag wat door de overheid aan alle burgers wordt uitgekeerd. En het is universeel, dus iedereen heeft er recht op. Het is persoonlijk, dus er wordt niet achter de voordeur gekeken wat er nog meer aan inkomen is. Er wordt geen inkomenstoets gedaan. Het is onvoorwaardelijk. Dat betekent dat je er niets voor hoeft te doen. En juist dat woordje on heb ik heel veel discussie mee gehad met heel veel politieke
tegenstanders. Ik ben zelf een tijd lang bij De Groene actief geweest, omdat die basisinkomen al heel lang in het programma hebben zitten. En dat woordje on, er zijn heel veel mensen die zeggen, je moet er wel wat voor doen. Jaren geleden was er een reclamespotje waarbij gezegd werd, doet u vrijwilligerswerk, dan kan dat gevolg hebben voor uw inkomen. Een paar jaar daarna was het weer 180 graden gedraaid. Toen werd er ineens gezegd, doet u geen vrijwilligerswerk, dan kan dat gevolg hebben voor uw uitkering. Dus daar wordt ook politiek heel anders weer mee omgegaan op bepaalde momenten. En het basisinkomen is genoeg om zonder luxe van te leven. En mensen die niet willen werken, die hebben we nu in het huidige systeem ook, die leven van een basis. Prima. Als je niet wil werken en met een basisbestaanszekerheid kan rondkomen, goed, prima. Als we de trend zien dat er steeds minder banen zullen zijn, dan prima als mensen niet meer willen werken of daar tevreden mee zijn. En mensen die dat niet zijn, met die basis kunnen ze altijd nog meer werken, erbij werken. Want het wordt niet getoetst en je wordt niet gekort op die basisinkomen. Waarom is het nou zo'n goed idee? Nou, ten eerste omdat er heel veel bureaucratie uit het systeem gehaald wordt. Het rondpompen van geld wat er nu gebeurt met uitkeringen, met subsidies, met toeslagen, dat haal je eruit. Je geeft mensen een bestaanszekerheid, een stukje basis, wat ze toch op de een of andere manier nu ook krijgen, maar waar heel veel voor moet gebeuren. Waar ook veel handhaving voor nodig is en controle. Dat kost enorm veel geld. En als we dat nou eens op een rijtje zetten, misschien kan daar, als je dat terugdringt, daar al een stukje financiering van het basisinkomen voor terugkomen. Het geeft mensen ook meer eigen zeggenschap. En de verwachting is, en dat hoor je ook in verschillende projecten, dat het geluksgevoel, de factor geluk, ook heel duidelijk aanwezig is. In Finland was dat ook onderdeel van het meetproces. Er werd heel duidelijk in de pers geuit dat het project mislukt was. Waarom? Omdat ze niet meer mensen aan het werk hebben kunnen krijgen of niet meer besteedbare uren. Maar het is in mijn ogen absoluut succesvol geweest, omdat het geluksgevoel verhoogd heeft. Dus het is maar net met welke maat, met welke intentie je zo'n project gaat doen. En stel dat we die geluksfactor kunnen ophogen, dan kunnen we wellicht de gezondheidszorgkosten die alsmaar stijgen naar beneden brengen. En misschien is dat ook wel weer meteen een stukje financiering voor het basisinkomen. Mensen hebben meer zeggenschap, want je legt eigenlijk de bestaanszekerheid lager bij de mensen neer. Eigen keuzes kunnen maken. En dus minder stress en meer geluksgevoel. En we kunnen ook als politici en ook als overheid niet zeggen van het is niks, je moet ervoor werken. Nee, de grondwet, artikel 20 zegt, de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp voor zorg der overheid. En dat haal ik altijd aan. Ik heb meerdere keren ook op Malieveld gestaan. En dat is gewoon, dat is sociale zekerheid. En als dat onder druk staat, dan moeten we er op een andere manier mee omgaan. En in mijn ogen is basisinkomen een recht. En een uitkering is een gunst. Ik zeg ook altijd, basisinkomen is de vergoeding voor wat de aarde oplevert. Dus als je die drie elementen, die drie productiefactoren niet hebt, natuur, kapitaal of arbeid, dan moet je ergens van kunnen bestaan. En ieder mens wat geboren wordt, heeft recht op een stukje van de aarde. Heeft recht op bestaansrecht. En daarom zet ik het er altijd bij. Dat vind ik belangrijk.
Het basisinkomen is ook geen middel, maar het is één onderdeel uit een breder palet. En het wordt steeds duidelijker naar voren gebracht dat ons huidige sociale stelsel aan vernieuwing toe is. Dat het niet geschikt is voor de 21ste eeuw. En ik heb er zelf ideeën over. Er zijn heel veel andere mensen die er ook ideeën over hebben. Ik zie daar een aantal elementen in. Bijvoorbeeld de 24-urige werkweek. Ik ben een enorme voorstander van de theorie van Keynes. In tijden van crisis moeten we toch als overheid investeren om de besteding op peil te houden. Maar wat hij gezegd heeft in 1930, ten tijde van de grote crisis, dat over 100 jaar hoeven we nog maar 15 uur te werken. Hij zag dat toen al. En toen werkten mensen nog 60 uur, 100 uur, ik weet het niet. Nou, denk ik dat als we kijken naar dat we 2 auto's voor de deur hebben en 3 keer per jaar op vakantie gaan, dat het misschien naar 24 uur zou moeten. Maar toch, zijn ideeën staan voor mij nog steeds als een paal boven water. Basisinkomen is daar een onderwerp van, maar ook een belastingdifferentiatie. En Rutger Bregman, die heeft al diverse boeken geschreven, columns, en die is behoorlijk bekend geworden nu met het onderwerp basisinkomen. Die heeft een paar weken geleden in Davos, op de World Economic Forum, heeft hij een pleidooi gehouden voor het feit dat de rijken nog steeds minder belasting betalen dan u en ik, die gewoon hier hard moeten werken. En daar moet verandering in komen, dus dat zou kunnen. We hebben het over CO2-tax. Nou, dat betekent dat de aarde, dat er respect is voor de aarde om dat te doen. Belastingontrokken waarde heeft daar ook mee te maken. Dat betekent, en dat is iets van Klaas van Egmond, professor Klaas van Egmond, die heeft het daar heel erg over. Alles wat je de grond uithaalt, moet je zwaarder belasten. Wat de grond al uit is, moet je recyclen, moet je hergebruiken. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Het is niet alleen het basisinkomen, het is een palet van onderwerpen. En trouwens de sociale zekerheid. Als met het basisinkomen dat gegarandeerd is, dan hoeven er ook minder premies te worden afgedragen door de werkgevers. En wordt arbeid gewoon goedkoper. Dus wat doet het basisinkomen met je? Hoe vaak horen we die mensen zeggen, nou, als ik met pensioen ga, dan weet ik het wel. Dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Ik ga genieten, ik ga die dingen doen waar ik altijd al, die ik altijd al heb willen doen, waar mijn hart ligt. En hoe mooi zou het zijn als we die gedachten kunnen vasthouden vanaf het moment dat je aan het werk gaat. Ik heb ooit eens een blogje geschreven op je 18e met pensioen. Nou, dat gevoel. Laten we dat vasthouden. En waarom niet met zo'n basisinkomen? We krijgen meer zeggenschap. Als je iets geld in handen hebt waar je niet voor hoeft te vragen, waar je geen ingewikkelde formulieren voor hoeft in te vullen, heb je dus meer keuzevrijheid, meer eigen zeggenschap. Stress wordt minder. Geluksgevoel verhoogt. En last but not least, het doet ook recht aan al die vrijwilligers. Er wordt wel uit onderzoek in Zwitserland gezegd dat van alle arbeid die er is slechts 40% betaalde arbeid. Dus als naar alle vrijwilligers in Nederland en wereldwijd het werk neerleggen, dan hebben we een probleem. En wat vragen we van u vandaag? Ten eerste, bent u het ook niet met ons eens dat er een ander systeem moet komen? En dat zeg ik niet alleen, er zijn heel veel binnen de Rijksoverheid die dat voor het voetlicht brengen. Wij vinden dat er een experiment moet komen. We zijn begonnen in Culemborg, van laten we in Culemborg iets doen. Nou, dat hebben we opgerekt naar een wat groter gebied. En misschien moeten we de hele provincie Gelderland meenemen, ik weet het niet.
Maar wat we eigenlijk willen is een vooronderzoek waarin naar voren gebracht wordt, wat gaan we doen, wat gaan we meten, hoe gaan we het meten, wat is de doelgroep en wat gaat dat kosten. Om dat te kunnen doen hebben we een begroting gemaakt, hebben we een aantal activiteiten op een rij gezet en we komen op een bedrag van 2,5 ton. Dat is in eerste instantie wat wij vragen. Wat wij vragen aan de provincie, maar ook aan het Rijk. We zitten op korte termijn ook bij Wouter Koolmees aan tafel. We gaan hem ook om geld vragen. En ook regio Rivierenland. Vanmiddag gaan we daarover in gesprek. En wat eigenlijk voor ons ook heel belangrijk is, is om te weten, wat is nou het haakje waaraan we zo'n project, zo'n experiment kunnen ophangen? Dat weten wij niet. Dat weten jullie die in de provincie werkzaam zijn. He, wat is het? Is het leefbaarheid? Is het een ander onderwerp? Ik weet het niet. Ik hoop dat we daar vanmiddag iets over te horen krijgen. En ik hoop dat we jullie kunnen overtuigen dat er zo'n project moet komen. Dus ja. Wij gaan ervoor. Doet u mee?